In deze video geven we een globaal overzicht van het 5-case model voor betere business cases, toegepast in een context van onze zakelijke verandering levenscyclus. ZAVEL 2.0. Nu denk je misschien, nou dat valt wel mee, want we hebben in die Zavel 2.0 video's maar één case gezien. De strategische case. En daarnaast gaat het over de business case, en die kennen we, die is standaard, toch? Ja, dat klopt allemaal wel. Maar er zijn wel degelijk vijf cases, of dimensies, zoals wij dat noemen. En de strategische case, oftewel de strategische dimensie, is er daar één van. Het doel van het 5-case model is om te komen tot een volledige onderbouwde business case. En zoals u weet dient een business case volledig uitgewerkt te zijn vooraf aan de investeringsbeslissing. Dus focust het 5-case model op de eerste fase van een initiatief vooraf aan die investeringsbeslissing. Laat ons even inzoomen op het eerste gedeelte van Zabel 2.0. De beslispunten zijn gekend. Ideebeslissing, mandaatbeslissing, justificatiebeslissing, investeringsbeslissing. De corresponderende beslisdocumenten zijn ook gekend. Idee document mandaatdocumenten, voorsteldocumenten, initiatiedocumentatie en de nodige faseplannen. En we hebben ook reeds enkele cases gezien die evolueren doorheen deze fasen. Strategische case, op hoofdlijnen, gedetailleerd. Business case, op hoofdlijnen, gedetailleerd. Dit alles kennen we vanuit de zakelijke verandering levenscyclus Zabel 2.0. Het 5-case model is een methodiek die dit gehele bereik overspant, van voor de ideebeslissing tot en met de investeringsbeslissing. Het betreft de volgende vijf dimensies. De strategische dimensie, de economische dimensie, de financiële, de commerciële, en de managementdimensie. Even een korte toelichting. De strategische dimensie focust op de strategische alignering en de reden voor verandering. De economische dimensie focust op het maximaliseren van de zakelijke toegevoegde waarde en het beoordelen van opties. Deze dimensie wordt in een overheidscontext met een sociale kerntaak ook wel de sociale dimensie genoemd. De financiële dimensie focust op de total cost of ownership van het volledige initiatief over de volledige levensduur. De commerciële dimensie focust op de levensvatbaarheid en aantrekkelijkheid voor de aanbodzijde. En de management dimensie focust op realistische en robuuste plannen nodig voor de realisatie van het initiatief. U merkt het, vijf verschillende dimensies. Die vijf verschillende perspectieven geven, die samen één geheel vormen om te komen tot betere business cases. Bemerk de volgende eigenschappen. Elke dimensie heeft een eigen, verschillend startpunt in deze fasering. De strategische dimensie begint uiteraard het eerst. Elke dimensie start van een beetje op hoofdlijnen, vandaar de bleke kleur aan de linkerkant van de balken. Elke dimensie evolueert steeds naar gedetailleerd, alle details, vandaar de intense kleur aan de rechterkant van de balken. En alle dimensies bereiken hun maximale intensiteit allemaal op hetzelfde moment, namelijk vlak voor de investeringsbeslissing. Nu, hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk? Wel, in het begin is er de strategie. De strategie van de organisatie per business unit. Met andere woorden, per afdeling of per cluster. Daarvan worden afgeleid de strategische doelen. En plots heb je een goed idee. In eerste instantie maak je een idee-document en dat is dan ook meteen de strategische kees op hoofdlijnen. Je behandelt nog niet alles van wat er staat in de strategische dimensie, maar een begin wordt gemaakt. Het nagaan van de strategische alignering van het idee. Daarbij wordt er gefocust op de verwachte baten als directe afgeleide van die strategische doelen. Zie daarvoor de batenmanagementaanpak. De strategische case wordt verder gedetailleerd en aangevuld met elementen uit de economische en financiële dimensies. Het resultaat hiervan noemen we een mandaatdocument. Een goed batenmanagement zorgt ervoor dat de verwachte baten in de rechte lijn naar de gekozen strategische doelen worden aangevuld met andere baten die gaandeweg ook de andere dimensies afdekken. Vandaar dat de kleur van die baten neutraal wordt. Alle kleuren worden uiteindelijk volwaardig bediend. Vanaf de mandaatbeslissing, dus in de opstartfase, OP, gaan we het initiatief modelleren. In eerste instantie gaan we oefenen en doen we alles op hoofdlijnen. Sommige mensen beweren dat de O in OP staat voor oefenen, maar zoals jullie weten is deze oefening niet vrijblijvend. Papier. Dit modelleren bestaat uit drie stappen: namelijk 1. Wat zijn de opties? 2. Hoe ga je dit aanpakken of nog het plan van aanpak, de roadmap, de veranderlogica? En 3. Wat stel je dan voor als prestatiedoelen voor jouw initiatief? Ter herinnering, jullie weten precies wat er bedoeld wordt met prestatiedoelen. Dat zijn namelijk die dingen waarom trend jullie in een hoofdpuntenrapport een rachrapportering invullen. Rood, amber, groen. Die prestatiedoelen op zich bestaan dus alweer uit zeven dimensies. Tijd, scope, budget, resources enzovoort. De gedetailleerde strategische case wordt verder uitgewerkt tot een business case op hoofdlijnen als onderdeel van het voorsteldocument. Projectvoorstel, programmavoorstel. Op basis daarvan wordt de justificatiebeslissing genomen en worden belangrijke bevoegdheden meteen gedelegeerd naar het gepaste niveau van besturing. Vanaf de justificatiebeslissing, dus in de initiatiefase, gaan we het initiatief nauwkeuriger modelleren. We hebben reeds een helikopterview en er is vaak sprake van voortschrijdend inzicht vanwege die oefening op hoofdlijnen. Dit is dus als het ware de tweede meer gedetailleerde iteratie van de modellering. En zoals je weet is de tweede iteratie altijd beter dan de eerste iteratie. Maak daar gebruik van. Dit modelleren bestaat uit dezelfde drie stappen, maar dit keer gedetailleerd. 1. Wat zijn de opties? De opties op de shortlist worden voldoende nauwkeurig afgewogen en een voorkeuroptie wordt geadviseerd. 2. Hoe ga je dit aanpakken of nog het plan van aanpak, de roadmap? Bijvoorbeeld in dit stadium bedoelen we met de roadmap de volwaardige roadmap met alles erop en eraan. En 3. Wat stel je dan voorop als prestatiedoelen voor jouw initiatief? Gedetailleerd. Deze prestatiedoelen worden dan jouw baseline. En die baseline bepaalt dan weer wat betekent de kleur groen in jouw rachrapportering. De business case op hoofdlijnen wordt verder uitgewerkt tot een gedetailleerde business case en ook een gedetailleerde batenmanagem aanpak wordt opgesteld. Dit alles als onderdeel van de initiatiedocumentatie. Op basis hiervan wordt de investeringsbeslissing genomen door het gepaste niveau van besturing. Om dit totaalbeeld te vervolledigen, geven we nog enkele belangrijke aanvullingen. Vanaf de mandaatbeslissing en doorheen de fase van opstarten en initiëren. Gedraagt het batenmanagementproces zich als een thematisch proces. Het is steeds aanwezig en het evolueert voortdurend. Het is daarbij zaak om steeds beducht te zijn voor bijkomende baten, niet op de laatste plaats voor bijkomende negatieve baten, want die moeten zeker gemanaged worden, en die andere ook. Het aspect blauwdruk is dan weer eerder evolutief, van hoofdlijnen naar gedetailleerd, en slaat natuurlijk op het corresponderende, relevante deel, van het businessmodel van de organisatie. Per definitie. Ten slotte nog dit. Bemerk de vele interacties en feedbacklussen. In het algemeen is dit een incrementeel iteratief proces. Met toch wel een aantal harde beslispunten. MB, JB, IB. Deze beslispunten zijn van het type Go, No Go. Behandel ze dan ook met de nodige zorg. CISO, dit vervolledigt het globale overzicht van het 5-case model voor betere business cases toegepast in de context van onze zakelijke verandering levenscyclus. SAVEL 2.0